Vandaag een antwoord op de vraag van Jorieke. Jorieke kampt al jarenlang met een verhoogde eetlust, een continu gebrek aan verzadiging. Hierdoor heeft ze ook heel regelmatig eetbuien en heeft ze moeite met het behoud van een gezond gewicht. Nou, en ze wil dolgraag een wat gezonder gewicht. Ze wil dolgraag wat afvallen. Maar dat lukt niet zolang ze die verhoogde eetlust blijft houden en maar geen verzadiging kan ervaren. Want ja, dan is het heel erg lastig om niet te eten of te stoppen met eten zodra je eenmaal gestopt bent met eten. Jorieke heeft al van alles geprobeerd. Ze is haar vochtinname gaan verhogen. Ze is haar inname van vezelrijke voeding gaan verhogen. Ze is haar inname van eiwitrijke voeding gaan verhogen. Omdat ze heeft begrepen dat de aanwezigheid van vocht samen met vezels in je darmen een gevoel van verzadiging teweeg zou moeten kunnen brengen. En ook de aanwezigheid van verteerde eiwitten in je darmen een gevoel van verzadiging met zich mee zou moeten kunnen brengen. Maar ondanks deze verhoging van haar vochtinname, ondanks deze verhoging van haar inname van vezelrijke voeding, ondanks deze verhoging van eiwitrijke voeding, ervaart Jorieke nog steeds geen verzadiging, kampt ze nog steeds met een verhoogde eetlust, vindt ze het nog steeds moeilijk om te stoppen met eten wanneer ze eenmaal begonnen is met eten of een tijdje niks te eten. Lukt het haar ook nog steeds niet om af te vallen. Dus is Jorieke een tijdje terug, is ze naar haar huisarts gegaan en heeft haar probleem aan haar huisarts voorgelegd en heeft gevraagd of ze van die injecties mag, kan krijgen. Van die injecties met stoffen daarin aanwezig, zo heeft ze begrepen, die gelijken op de hormonen die normaal gesproken voor verzadiging, een afname van eetlust zorgen. Met behulp van deze stoffen in deze spuiten, wanneer je deze ingespoten krijgt, heb je dan stoffen die gelijken op hormonen die een verzadigend effect hebben in je lijf. En zou je dus meer verzadiging moeten kunnen ervaren. En dat wil Jorieke heel graag proberen, want mogelijk ervaart zij dan ook meer verzadiging en kan ze eindelijk wat beter haar voeding beperken en ook afvallen. De huisarts heeft hierin toegestemd en Jorieke is toen een tijdje terug ook alweer deze spuiten, deze injecties gaan gebruiken. En ze is wel zeker van haar eetbuien af en ze is ook al wel wat afgevallen, want haar eetlust, haar verhoogde eetlust is duidelijk afgenomen, maar daar komen klachten voor in de plaats sindsdien. Want Jorieke heeft sindsdien eigenlijk helemaal geen eetlust meer. Sterker nog, ze heeft wat maag- en darmklachten en is voortdurend misselijk. Waardoor ze eigenlijk tegenzin heeft om te eten en de neiging krijgt om dat wat ze eten dan maar weer uit te gooien. En ja, dat is natuurlijk ook niet gezond, hè? En op die manier afvallen door niks binnen te krijgen of het er weer uit te gooien, dat is natuurlijk ook niet gezond. Dus dat is eigenlijk niet wenselijk. Jorieke vindt het vreemd dat ze deze klachten ervaart sinds het gebruik van deze stoffen in deze spuiten. Want dit zijn toch gewoon stoffen die gelijken op hormonen die normaal gesproken ook gewoon afgegeven worden in je lijf op bepaalde momenten. Normaal gesproken dus eigenlijk wanneer vocht en vezels in je darmen aanwezig zijn en verteerde eiwitten en zo in je darmen aanwezig zijn, al dat soort dingen. Hoezo komen dan
dan allerhande klachten voort uit het injecteren van deze stoffen. Dit begreep verleden tijd Jorieke in eerste instantie niet. Maar toen begon Jorieke erover na te denken. Ik krijg nu stoffen die gelijken op hormonen. Die krijg ik ingespoten. Dus die zijn nu aanwezig in mijn lijf, in mijn lichaamsvloeistoffen, in mijn bloed. En stoffen die gelijken op hormonen, die kunnen net als hormonen receptoren prikkelen. En die dragen dan via het prikkelen van receptoren informatie over. Want hormonen, dat zijn overdrachtstoffen. En in dit geval dragen die stoffen die in haar spuiten zitten, die stoffen die gelijken op hormonen met verzadigende eigenschappen, dragen onder andere informatie over op de zenuwcellen die aanwezig zijn in het verzadigingscentrum van je hersenen. Zo heeft Jorieke begrepen. Maar op het moment dat cellen, in dit geval de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, informatie ontvangen en dus prikkels geprikkeld worden door ofwel hormonen ofwel stoffen die gelijken op hormonen, dus die stoffen in haar spuiten, maar die cellen die informatie ontvangen, die op dat moment geprikkeld worden door die stoffen, die zijn op dat moment niet in het bezit van voldoende energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP om die ontvangen informatie intracellulair over te dragen, om die informatie te verwerken, om dan vervolgens die informatie met behulp van neurotransmitters weer over te dragen op andere receptoren elders in je lijf, want dat is namelijk wat zenuwcellen, hersencellen moeten doen. Eerst ontvangen informatie, intracellulair overdragen en verwerken en vervolgens die ontvangen informatie met behulp van neurotransmitters dan weer overdragen op receptoren elders in je lijf, wanneer cellen, in dit geval de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, niet in het bezit zijn van voldoende energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP, om dat allemaal te kunnen doen nadat deze informatie hebben ontvangen, nadat deze geprikkeld zijn door ofwel hormonen ofwel stoffen die gelijken op hormonen, zoals de stoffen in haar spuiten. Dan raken deze cellen uitgeput, overprikkeld. En raken de membranen van die cellen ook een beetje beschadigd en zo. En daar komen nogal klachten uit voort. En zij, Jorieke, kampt dus sindsdien, sinds het gebruik van deze spuiten, kampt met allerhande klachten. Dus ze vermoedt dat de cellen die informatie ontvangen afkomstig van de stoffen uit deze spuiten, dus die zenuwcellen, hersencellen, het verzadigingscentrum van haar hersenen, dat deze niet in het bezit zijn van voldoende energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP om de informatie die ze nu voortdurend ontvangen door de stoffen in die spuiten die ze eerder niet ontvingen intracellulair over te kunnen dragen, te verwerken en dan vervolgens weer over te dragen met behulp van neurotransmitters op receptoren elders in haar lijf, door die neurotransmitters te produceren en die neurotransmitters van binnenuit die cellen dan ook wel weer naar het extracellulaire milieu te transporteren, al dat soort dingen. En daar hebben die cellen energie voor nodig. Hebben die cellen geen energie of te weinig energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP? Ja, dan raken cellen geïrriteerd, overprikkeld, wanneer ze dan wel steeds informatie ontvangen, wel steeds prikkels ontvangen. En dat is vermoedelijk dan bij haar aan de orde. Dus is de vraag van Jorieke, want ze wil
Uiteraard wel dat die eetbuien wegblijven. En dat ze dat verhoogde, die verhoogde eetlust kwijtraakt. Maar ze wil niet al deze klachten, dus die misselijkheid, tegenzin om te eten en de neiging om dat wat ze eten maar uit te gooien, dat wil ze niet. De vraag van Jorieke is: kan ik ook invloed uitoefenen op de aanwezigheid van voldoende energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP in de zenuwcellen, hersencellen en het verzadigingscentrum van mijn hersenen? Die cellen die dus nu voortdurend informatie ontvangen, geprikkeld worden door de stoffen die ik nu kunstmatig inspuit. Dat is de vraag van Jorieke. Nou, Jorieke. Voordat cellen, in dit geval de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, dus die cellen die informatie ontvangen, geprikkeld worden door de stoffen die aanwezig zijn in die spuiten van jou, in die injecties, voordat cellen in het bezit zijn van energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP, moeten cellen, in dit geval de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, wel eerst zelf die energie, dat energiedragende molecuul ATP, hebben kunnen vormen, produceren. En dat gebeurt in de zogenaamde energiefabriekjes, mitochondriën van cellen. Alleen, om energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP te kunnen vormen, produceren, hebben cellen, in dit geval de zenuwcellen, hersencellen, het verzadigingscentrum van je hersenen, brandstof nodig. Want nieuwe energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP moet gevormd worden uit brandstoffen. En als brandstof kunnen dienen glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, de afbraakproducten, verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten zijn dat. Dat zijn de moleculen waar cellen die cellen kunnen gebruiken als brandstof en nieuwe energie uit kunnen putten, uit kunnen produceren. Alleen de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen zullen niet in het bezit zijn van die brandstoffen, die glucosemoleculen, die aminozuren, die vrije vetzuren, wanneer die cellen niet eerst koolhydraten, eiwitten, vetten hebben kunnen verteren, afbreken tot kleinere delen, tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren. Dat gebeurt in zogenaamde lysosomen. Lysosomen, dat zijn afbraakafvalblaasjes binnenin cellen, een soort van spijsverteringskanaaltje binnenin cellen. Daar waar de afbraak en vertering van koolhydraten, eiwitten, vetten tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren plaats kan vinden. En dat gebeurt met behulp van lysosomale enzymen. Lysosomale enzymen, dat zijn eiwitten die de afbraak, de vertering, de enzymatische splitsing van koolhydraten, eiwitten, vetten tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, brandstoffen mogelijk maken. Alleen, stel nou dat de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen in staat zijn geweest om in lysosomen met behulp van lysosomale enzymen koolhydraten, eiwitten, vetten af te breken, verteren, enzymatisch splitsen tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren in die lysosomen, dan heb je brandstoffen. Brandstoffen waaruit cellen energie kunnen putten, nieuwe energie kunnen vormen, heb je in die lysosomen, die afbraak- en afvalblaasjes. Maar dan heb je nog geen energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP, want de productie van energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP uit brandstoffen, glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, vindt plaats in mitochondriën, energiefabriekjes. En dat kan enkel plaatsvinden, die productie van energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP in die mitochondriën, in die energiefabriekjes,
Met behulp van cytochromen. En cytochromen, dat zijn eiwitten die de productie van energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP in mitochondriën uit de afbruikproducten, verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten, uit brandstoffen, uit glucose, moleculen, aminozuren, vrije vetzuren mogelijk maken. Dus op het moment dat injecties gaat gebruiken met stoffen erin aanwezig die gelijken op hormonen met een verzadigend effect die de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen kunnen prikkelen, maar de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen zijn op dat moment dat ze geprikkeld worden door die stoffen in die injecties niet in staat om lysosomale enzymen te vormen en of niet in staat om cytochromen te vormen, dan zijn die cellen niet in staat om koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren en enzymatische splitsen tot glucose, moleculen, aminozuren, vrije vetzuren, brandstoffen. Zijn die cellen niet in het bezit van brandstoffen? Kunnen die cellen geen nieuwe energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP produceren met behulp van die cytochromen in mitochondriën uit brandstoffen? En zullen die cellen niet in het bezit zijn van voldoende energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP om de ontvangen informatie die ze ontvangen op het moment dat ze geprikkeld worden door de stoffen in jouw injecties te kunnen intracellulair over te kunnen dragen, te kunnen verwerken, om neurotransmitters, overdrachtstoffen te vormen en die vervolgens naar het extracellulaire milieu te transporteren, om die ontvangen informatie ook wel over te kunnen dragen op cellen, receptoren, op cellen elders in je lijf. En dan zullen er klachten voortkomen uit het gebruik van die injecties, omdat dan die cellen die informatie ontvangen door die stoffen in die injecties overprikkeld worden en uitgeput raken en de membranen van die cellen beschadigd raken. Wanneer enkel zullen de zenuwcellen, hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen in staat zijn om lysosomale enzymen en ook cytochromen te vormen en dus in staat zijn om koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren in de lysosomen, brandstoffen te vormen en vervolgens uit brandstoffen nieuwe energie te kunnen produceren in mitochondriën. Wanneer die cellen, die zenuwcellen, die hersencellen, het verzadigingscentrum van je hersenen in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om eiwitten, nieuwe eiwitten, zoals lysosomale enzymen, zoals cytochromen, te kunnen vormen. En wanneer enkel is dat het geval dat de zenuwcellen, hersencellen, het verzadigingscentrum van je hersenen in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen? Enkel en alleen wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding in je spijsverteringskanaal tot aminozuren al een hele tijd wel goed verloopt. Dus op het moment dat de vertering van de eiwitten in jouw voeding al een hele tijd niet goed verloopt en ook niet goed verloopt sinds jij die injecties bent gaan gebruiken, dan kunnen en dan zullen aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, niet geabsorbeerd, niet opgenomen worden in jouw darmwand en lijf. En kan geen enkele cel over de aminozuren in jouw voeding beschikken. Waaronder essentiële varianten daarvan. En dat betreft varianten van aminozuren die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen. Want sommige aminozuren kunnen wel in je lichaam, door je lichaam zelf gevormd worden. En absoluut uit je voeding moet verkrijgen. En op het moment dat die essentiële aminozuren niet in je darmwand geabsorbeerd opgenomen kunnen worden en geen enkele cel daarover kan beschikken, is geen enkele cel goed in staat om nieuwe eiwitten, zoals lysosomale enzymen, zoals cytochromen, te vormen. Kunnen de processen die door lysosomale enzymen en cytochromen uitgevoerd moeten worden, niet uitgevoerd worden in cellen?
En zullen cellen, in dit geval de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, niet in het bezit zijn van voldoende energie in de vorm van het energiedragende molecuul ATP om ontvangen informatie intracellulair over te dragen, om ontvangen informatie te verwerken, om neurotransmitters te produceren, om neurotransmitters af te geven in het extracellulaire milieu, om ontvangen informatie ook wel weer over te kunnen dragen op cellen, receptoren, op cellen elders in je lijf. En dan zal jij door het gebruik van die injecties met stoffen erin die receptoren prikkelen, klachten krijgen, omdat dan de cellen die geprikkeld worden door de stoffen in die injecties overprikkeld worden, uitgeput raken en hun membranen daardoor beschadigd kunnen raken. Dat als antwoord op je vraag. Oh nee, sorry. De vertering van eiwitten in jouw voeding, in jouw spijsverteringskanaal, dat verloopt dus kennelijk niet goed, gezien je klachten. Dat moet dus beter gaan verlopen, dus moet jij weten hoe dat beter kan gaan verlopen, want dan kan jij ook gewoon op basis van hetgeen jij eet, zonder die injecties verzadiging ervaren namelijk, de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal. Wanneer enkel zal het goed verlopen, wanneer jouw voeding optimaal, en dat wil zeggen dagelijks, voorziet in vocht. Alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen, alle essentiële spoorelementen, alle essentiële aminozuren, alle essentiële vetzuren en niet daarbij naast ook voorziet in alle handen niet-essentiële stoffen, niet voedzame stoffen, niet verteerbare stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen. Op het moment dat jij al jarenlang geen verzadiging kan ervaren en je hebt begrepen dat je dan je vochtinname wel voldoende hoog moet zijn en de inname van vezelrijke voeding en eiwitrijke voeding en je gaat het allemaal ophogen. Maar jouw totale voeding bezit alsnog te weinig essentiële vitamines, essentiële mineralen, essentiële spoorelementen, essentiële aminozuren, essentiële vetzuren. Dan gaat de vertering van de eiwitten in jouw voeding alsnog niet goed verlopen en ga je alsnog geen verzadiging ervaren. Maar ook wanneer je die stoffen wel in je voeding aanwezig hebt, maar daarnaast ook enorm veel niet-essentiële stoffen, niet-verteerbare stoffen, niet-voedzame stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen in je voeding daarnaast aanwezig hebt, ook dan zal de vertering van eiwitten in je spijsverteringskanaal niet goed verlopen en zal je geen verzadiging ervaren. Zorg er dus voor dat jouw voeding optimaal gaat voorzien in vocht in alle essentiële stoffen die ik net noemde en niet daarbij naast ook blijft voorzien in alle handen niet essentiële, niet voedzame, niet verteerbare, beschadigde, belastende, toxische stoffen. Dat als antwoord op je vraag.